Mijn naam is Mariette Schouten en ik ben nu 41 jaar. Ik ben als kind eigenlijk een Katwijkse. Dus ik ben een heel klein kort stukje in Rijnsburg gewoond, maar mijn ouders zijn echt wel Katwijkers. En eigenlijk heb ik altijd wel een hele onbezorgde jeugd gehad. Dat mag ik wel zeggen. Een fijne jeugd met twee zusjes en veel vriendjes, veel vriendinnetjes. Waar heb je gewoond? In Katwijk? In Katwijk Binnen. Katwijk Binnen? Ja, Katwijk Binnen. En ik had heel veel vriendjes, vriendinnetjes. Ja. Het was dikke pret, altijd veel buiten spelen. En eigenlijk wel een hele heerlijke jeugd. Als ik zo terugdenk, denk ik, ja, het was echt heel fijn. En ik was een kind dat hield onwijs van de natuur. Mm-hmm. En was ook altijd bezig met alles wat er om me heen gebeurde. Ja. Ik moest van Katwijk, van Schulpijnen, moest ik door de achterweg naar de Willem van Veenschool. En daar groeien van hele grote kastanjebomen. En ik was eigenlijk altijd een soort van verwonderd hoe dat dan weer ging. Hè? De bladeren die dan gaan groeien, dan groot. En dan op een gegeven moment die kastanjes die gaan vallen. En dan was het onderweg naar school kastanjes rapen en dan bijna te laat komen. Maar ook, ik was ook wel weg van de vogeltjes. Dus ik eigenlijk als kind was ik al gek op duiven. Dat is heel apart. Mijn achterbuurman die hield duiven en ik sliep vroeger op zolder en die duiven gingen altijd bij ons op het dak zitten. Dus als ze dan aan het koeren waren, dan ging ik een soort van er tegen praten. Ja, heel apart. Dan had ik echt gewoon... Een soort relatie. Ja, ik was ook een beetje fantasie natuurlijk. Ja, van, ja. Goh, stel je voor dat ik duiventaal kon praten. Ja, en wat zou ik dan tegen ze zeggen? En, ik had daar wat mee. Hele leuke beestjes om te zien. Bij de buurman ook wel eens bezig kijken. Maar ik had wat meer zoiets van, als ze zo ver weg zitten te koeren, dan was ik altijd wel nieuwsgierig, wat zou ze nou zeggen. En, ik ben gelovig opgevoed. Eigenlijk altijd naar de kerk gegaan, naar de Dorpskerk in Katwijk aan de Rijn. En mijn moeder, weet ik nog wel, dat ze ook wel uit de Bijbel voorlas bij het eten. Ik ging daarna naar kinderclubs. Dat was altijd heel gezellig. Met vriendinnen ook. En zolang ik het weet, denk ik, ik had volgens mij wel echt van een kinderlijk geloof. Ik had wel zoiets van, het is allemaal waarheid en het klopt allemaal. En op school echt ook wel een paar lievelingsgezangen. En die weet ik ook nog wel. Want ik denk, dat sprak me aan. Ja, en sowieso het zingen sprak me al heel vroeg aan. Dan ga je op een gegeven moment naar de middelbare school. En denk ik toch dat je daar een soort van jezelf gaat herontdekken of zo. Ja. Ik weet niet wat het is. Maar al gauw had ik daar ook wel mijn plekje bij de schoolband gevonden. Dus, muziek? Ja, weer muziek. Ja, ik weet niet of ik mezelf daartoe... of dat het een oproepje was, omdat er misschien iemand wegging uit dat bandje. Dat weet ik niet meer, maar ik ben er gewoon op een gegeven moment ingerold. En onze muziekleraar liet ons ook altijd lekker in zo'n hokje lekker jammen met elkaar en met de band. En dat heeft best wel lang hebben we dat volgehouden, dat bandje. Ja, dat was wel was erg leuk. Maar dan raak je ook wel in aanraking met andere muziek dan dat je eigenlijk... En wat was je stijl wat jullie speelden? Ja, weet je, in die tijd was het een beetje metal, een beetje Anouk en Nirvana kwam op een gegeven moment langs drijven en Skunk Nancy zelfs. Ja. En die jongens die konden wel aardig rocken, alleen mijn stem trok dat af en toe niet. Ja. Dus en toch wilde ik het graag doen, want ik kreeg er een soort van kick van. Ja. Dat merk ik wel. Ik dacht, je krijgt aandacht. Weet je, dat komt dan heel vroeg al een soort van, dat je daar wel blij van wordt. Dat je voor op zo'n podium staat en jij bent de zangeres van de band. Dus, en mijn aandacht ging ook steeds meer uit naar van, zie ik er wel goed uit. En je bent er toch veel vatbaarder voor wat mensen van je vinden. En... ik vind het op die leeftijd ook wel cruciaal dat je op zoek bent naar identiteit. Ja, ik denk logisch ook. Op zo'n leeftijd. Ja. Ja. Van wat wil ik nou en wie ben ik nou?
denk later wel dus dat ik dat, dat ik echt zoekende was. Dat ik niet zo snel durfde te zeggen wat ik nou, ja, wie ik nou zelf was. Zag je misschien je aandacht ook in je identiteit ook een beetje wat andere vormen? Ja, dat denk ik wel, ja. En zo halverwege, denk ik, de derde klas. Toen gebeurde er echt iets wat mijn wereld een soort van even helemaal stopzette. Mm-hmm. Ik had een vriendinnetje en die hielp wel eens met de krantenwijk lopen. Yeah. En ik weet nog heel goed, ik kwam op een gegeven moment op een maandagochtend op school. En er was een soort van roddel ging er door de gangen dat er een ongeluk was gebeurd in Rijnsburg. En dat er een meisje was vermoord. En heel, heel groot verhaal werd. Het verhaal werd, ging alle kanten op. En je hoort dat een beetje, gaat langs je heen. Maar op een gegeven moment komt een vriend van mij naar me toe lopen en dat was dan haar neef. En die zegt, Mariette, het is mis. Ik wil dat je even gaat zitten, want het gaat om dat meisje is dan jouw vriendin. En ze heeft zelfmoord gepleegd. En als je dan 16 jaar bent, of nog niet eens 16, dan hakt dat er wel in. Ja, zeker. Ik weet nog dat die hele aula om me heen ging draaien. En dat ik weet niet hoe ik thuis gekomen ben, want die jongen heeft me thuis gebracht, maar... Ik wist niet hoe ik het had. En ik denk later wel eens ook het feit dat zij altijd zo vrolijk was, misschien overdreven vrolijk was, een soort masker die dan opgezet wordt. Je leven wordt stilgezet en je hebt zo'n verdriet. Ja. En je ziet om je heen ook heel veel verdriet. Het was geloof ik de eerste begrafenis waar ik naartoe ging, maar dat was van mijn eigen vriendinnetje. Ja. Of een van mijn vriendinnen, want ik had er natuurlijk wel heel wat. En heel erg close ben ik niet echt met haar geweest, maar ik weet wel dat ik daar heel veel verdriet van had. Ja. En ook heel veel vragen van, ja, was God dan? Hè? En hoe had dit nou kunnen gebeuren? En echt wel heel pijnlijk. Echt, ik ben denk ik toch ook wel een beetje gevoelstype. Ik was er echt dagenlang, misschien wel maanden, was ik daar echt wel helemaal van ondersteboven. En thuis wisten ze ook niet zo goed, hoe ze daarmee om moesten gaan. Emoties sowieso. Ja, het is best lastig, denk ik. Moeilijk, Wat moet je kind nou bieden? Hè? En op een gegeven moment zei mijn moeder, ga maar eens praten met de dominee. ik denk dat ik toen te veel in mijn woede zat. Het was geen leuk gesprek voor die dominee met mij. Nee. Ik was echt zo boos. Ik zeg... Waar is ze dan nu? Ik zeg, kan je me dan nu niet vertellen? Is ze in de hemel of is ze in de hel? En het is een eerste worsteling geweest. Mm-hmm. Waarvan ik denk, nou, dat heeft later ook nog wel zijn uitwerkingen gehad. Er kwam toch een soort een stukje donkerheid in me. Ja. En dat hou je denk ik niet tegen, ook op die leeftijd. Het was gewoon ook een moment dat je echt wat meer afstand van God ging nemen. Ja. Ja. Ja, en ik wilde mijn gevoelens, mijn verdriet, alle vraagdenkens wilde ik ook een soort van vergeten. Ja. En dan ga je gewoon meer uit, meer stappen. Ja. Dus ik zocht mijn weg wel van, nou, we gaan lekker feesten. Ja. Het leven gaat door. En, ik ben jong. Ja, ik ben jong. En elk feestje waar iemand me voor mee vroeg, daar ging ik mee naartoe. En ik denk... dat heeft best wel een groot deel van mijn leven is dat zo gebleven. Dat ik afleiding zocht. Dat was na je 16 jaar. Dat ik maar niet zoveel hoefde te voelen. Nee. Net als dit was wel heel erg. Ja. Ja. En natuurlijk zijn er daarna wel ook wel mensen overleden, net als oma's. Maar dit was voor mij wel echt een punt in mijn leven dat ik dacht van ik snap er helemaal niks van. Want je kon je woede wel bij die dominee kwijt. Ik ben één gesprek met die man gevoerd. Eén gesprek, dat is weinig. Ja. En toen had ik eigenlijk wel zoiets van, ik hoef niet meer naar categorisatie, want die man kan me toch geen antwoord geven. Nee. Ik wilde eigenlijk gewoon pasklare antwoorden. Ja. En ja. Dat snap ik nu wel, maar toen dacht ik als kind van, kom op, help me nou. Ja, iemand in je verdriet, zo kan je ook niet helpen. Nee. Die hunkering naar afleiding eigenlijk, zo zie ik het dan maar, kom ik een jongen tegen die wel een oogje op me had. Het was een echte gabber, echt wel een best aanwezige jongen. En wat ik in het begin niet zo door had, ik vond het wel leuk die aandacht.
verkering is altijd meer daar als thuis. Niet wetende dat hij eigenlijk veel dingen van mij dwong die eigenlijk nog niet zo goed voor mij waren. Nee. En dat ik ook geen nee durfde te zeggen. Dat is denk ik ook wel iets wat ik toen heel lastig vond. Vond je, als je er nu op terugkijkt, proef je dat ook als manipulatie? Ja. Dat je gemanipuleerd werd? Ja. En ik denk niet eens dat hij dat bewust zo deed. Nee. Maar nee. Zijn karakter was in die zin echt wel van iemand die heel graag aanwezig is. Ja. En, een beetje fel, dominant. Heel dominant. Ja. En ik was eigenlijk maar een heel lief, onzeker meisje. Ja. En ik voelde me erg opgenomen in zijn gezin. Schatten van ouders ook en zussen. Ja. En echt een hele fijne, warme familie. En ik denk ook dat ik me daar soms dacht ik dat ze me daar meer begrepen als bij mijn eigen ouders thuis. Ja, maar je stond waarschijnlijk ook open voor alles. Ja, ik stond echt wel open daarvoor ook. En ik kreeg thuis ook echt wel ruzies. Mm-hmm. Ik was geen makkelijke puber op dat moment. Nee, ik heb het mijn ouders echt wel heel lastig gemaakt. En nu ik zelf ouder ben, denk ik, kan ik veel meer in mezelf in hun verplaatsen dat het gewoon heel moeilijk is. Ja. Dat het echt wel heel lastig is. Ja. En dat alle goede zorg die je eigenlijk wil, dat komt dan weer op zo'n puber af als van, nou, ze hebben weer kritiek op me hoor, ik doe het weer niet goed. Ja, dat. Maar jij was natuurlijk wel een jonge vrouw. Ja. Die natuurlijk heel veel meegemaakt had dan met mijn vriendin. Ja. Nou, ik maakte nog wel meer mee. Want op een gegeven moment werd de vader van die jongen heel erg ziek. Ja. Die kreeg een hersentumor. En die is daar later ook aan overleden. Oh, ja. En, maar op dat punt dat die man ziek werd, wist ik eigenlijk al van, ik zit eigenlijk met deze jongen helemaal niet goed. Ik word hier eigenlijk helemaal niet happy van. Nee. En ik wilde hem eigenlijk een soort van losmaken. Ook al wist ik niet zo goed hoe. Ja. Nee, ik wist echt niet hoe. Want ik had me eigenlijk de hele tijd al aangepast aan zijn wereld. En ik wist niet hoe ik nee moest zeggen. Ja. Maar ja, toen kwam het moeilijkste. Die jongen was het er dus niet mee eens. Die heeft mij heel lang gestalkt daarna. Ja, ik weet nog wel dat hij zo graag weer wilde proberen en weer wilde proberen en weer. En dat was niet eens meer lief, dat was echt op een hele dwingende manier. Ja. Ja, en dan stond hij weer zo ineens op een straathoek om op te wachten. Dat ik wist, ik kan hier niet omheen, ik moet wel met hem praten. Ja. Hij kwam me zelfs een keer opzoeken in de collegezaal. Toen ik even op de hogeschool zat, toen stoof er ineens een hele opgefokte persoon dus de collegezaal binnen en die riep echt, ze moeten meekomen. En, nou, ja. En dan stap je maar weer in die auto. En, ik heb daar wel echt doodsangst uitgestaan. Ja. Ja. Kijk, nu kijk ik er anders tegenaan. Nu denk ik, die jongen was ook onder invloed van duistere machten of hè, toch niet goed, weet je. Ik heb het hem ook al lang kunnen vergeven. Ja. Maar toen heeft het wel als gevolg gehad dat ik nog meer moeite kreeg met mezelf happy voelen. Dus ook het soort angsten die er in me kwamen. Ja. Je eigenlijk van los wil maken. Je was angstig voor hem, maar hij dwong je om mee te gaan. Ja, en dan doe je het toch maar weer. Dat, dus. Ja. Op een gegeven moment hebben mijn ouders denk ik wel gezien, dit is gewoon niet normaal, we gaan de politie maar eens, we moeten de politie misschien maar bellen of dit kan niet. En, dit vertelde je wel aan je ouders ook? Nou, dit moest ik op een gegeven moment wel kwijt, want die relatie liep, was natuurlijk op een gegeven moment stuk, maar ik was gewoon een heel angstig meisje en ondertussen had ik nog steeds een schuldgevoel dat ik het bijna wel 3,5 jaar met hem had uitgehouden. En thuis zo'n enorme bende had achtergelaten. Geen leuke relatie met mijn ouders had eigenlijk. Nee. Ja, weet je, ik dacht het is beter als ik gewoon een plekje voor mezelf ga zoeken. Ja, ja. En op dat moment was ik nog aan het studeren en kon ik een plekje in een studentenhuis vinden in Leiden.
Dus met 19 jaar ging ik het huis al uit. Ja. Nou ja, ik denk niet dat mijn ouders dat leuk vonden, want dat hoefde ook voor hen helemaal niet. Ik had gewoon thuis kunnen blijven wonen. Maar voor mij was het het punt, ik moet overnieuw beginnen. Ik moet echt mezelf, even helemaal op mezelf. Maar die angsten waren er nog wel. Als ik, net als nu in de wintertijd, s'avonds vanuit mijn bijbaantje naar huis fietste. Nou, hoe vaak ik wel niet achterom keek, of er niemand achter me aan kwam. Of dat ik langs bepaalde bosjes, nou dat ontweek ik maar, want ik was altijd wel bang. Yeah. Ja, ik had altijd wel zoiets van, er zit iets op me te loeren. En in die tijd kreeg ik ook hele erge nachtmerries. Dan slaap je slecht. En dan, dus je werd gewoon helemaal meegetrokken met die angst. Ja, echt. Hele erge, ook echt wel dat ik gedaantes zag. Dat ik echt schimmen zag die me... s'nachts gewoon in mijn kamertje aanwezig waren. Ja. En dat was... dat was gewoon reëel. Ja, dat was voor mij heel reëel. Dat was geen droom. Dat is voor mij echt een reële aanwezigheid van de duisternis. En als je dan op jezelf woont, dan ga je het zoeken in allerlei dingen. Maar ik zocht het dus niet bij God. Nee, ik ging het zoeken in yoga. Ja. Allerlei muziek wat me een soort van een hogere sfeer op kon brengen. Wierook roken. Op een gegeven moment had ik een vriendje weer, dat durfde ik dan toch alweer aan. Die had voor mij een Boeddha beeld gekocht. Dan weet je op dat moment niet dat eigenlijk gewoon je weer verder de duisternis in kan trekken. Juist, want je komt er geen stap mee verder. Nee, het waren best wel aparte dingen waar je dan mee bezig gaat. Het is eigenlijk een wonder dat ik niet in de drugs ben geraakt. Ik heb wel wiet gerookt en dat soort dingen, maar pillen en zo durfde ik echt niet aan. Nee. Maar het feesten en partijen ging eigenlijk gewoon door. Ja. Ook toen ik op mezelf woonde, ja. Ja, ik zocht het dus niet zozeer in verdovende middelen of zo. Maar ik wilde wel altijd de aandacht van de jongen of van mensen. Dat denk ik wel eens. Nou, een nachtje flink doorkachelen en lekker veel drankjes. En soms wist ik niet eens meer wie me thuis gebracht had. Zo ver kon het wel eens lopen. Ja, nou dat is er één periode waar ik trots op ben. Echt niet. Nee. Op een gegeven moment was ik wel afgestudeerd. En moest ik het studentenhuis verlaten, ben ik weer in Katwijk gaan wonen. In een zomerhuisje had ik toen. Maar ook in Katwijk kon je lekker doorfeesten. Ik zat weer in mijn oude vertrouwde kroegjes. En dat ging eigenlijk gewoon door. Het was eigenlijk een weekend niet geleefd, zeg maar. Lekker drinken en met vrienden. En, ja, ik kende heel veel mensen, dus dan ga je ook met iedereen gewoon een babbeltje maken. Ja. En je hopt van het ene café naar het andere café. En dat vult je weekend en de volgende dag een kater, nou ja, dat nam je maar voor lief. Maar je was even vergeten dat er soms nog zorgen waren of pijn of achterliggend verdriet of angsten. Ja. En die angsten nam je ook mee naar Katwijk? Ja, en nog steeds. Altijd bang in het donker. Ja, altijd moest er een lichtje aan blijven. Ja. Dat is wel echt, die duisternis, dat vond ik altijd wel heel reëel aanwezig. Ja, dat is gek, want veel mensen die beseffen dat niet, maar het is er echt. Ja, en dat werd nog erger toen ik op een gegeven moment in Katwijk oud klasgenootje tegen het lijf liep. En die jongen die had een hele leuke vriendin en die ging een praatje met me maken en die bleek christen te zijn. Ja. En die vroegen mij, kom je nog wel eens in de kerk? Ik zei, nee, ja, dan moet ik daar zoeken. En weet je... kan toch leuk zijn en ik zei dat heb ik nu niet zo trek of niet eens tijd voor. Ik verzon altijd wel een smoesje. Joh, zei ze, je moet eens meegaan, want we hebben een leuke jeugdgroep van de baptisten. En ik dacht, wat is dat allemaal, maar nee, nog geen trek. Maar dat meisje, dat sprak ik bijna elk weekend wel en die bleef volharden van joh, je moet eens meegaan. Nou, ik geloof dat ik op een gegeven moment gedacht heb van, nou, om wat een gezeur af te zijn, ga ik maar een keertje mee naar die groep. Want die bleef echt, en die dacht ook altijd wel van, goh, zij gaan op tijd naar huis. Mm-hmm. Weet je, ze drinken wel wat, maar niet zoveel. Dat zag je. Ik zag echt wel verschil. Ik dacht, waarom gaan die nog niet even door dan? Weet je, het licht is nog niet aan.
je kan toch nog even doorgaan. Maar nee, die ging altijd op tijd. Want ja, zondagochtend weer kerk. Ik denk, nou, kan kerk zo leuk zijn dat je daarvoor eerder de kroeg verlaat? Dat kon dus kennelijk wel. Ja, ja, dus ik mee naar die groep. En ja, dat bleek wel een hele oprechte, leuke jongerengroep te zijn. Ja, dat was echt een hele bijzondere dag. En ik heb dat later ook in mijn dagboek geschreven. En ja, dat het echt mij een soort van hernieuwde inzicht gaf in wat God daar met me deed. Dat hij aanwezig was. Ja. Ja, dat was echt wel heel bijzonder. Ja, en vanaf dat moment ging ik ook wel vaker mee naar de kerk. Ja, ik ging dus kwam je ook in de zondagochtenddienst? Ja. Ja, die kroegavond werden niet meer zo laat. Die werden niet meer zo laat. Ja, ik voelde me daar wel thuis. Ja, ik denk ook dat de preek, de woorden of misschien ook de muziek, dat sprak me aan. Ja. Ja, alles daar sprak me aan. Maar ik had ook nog een beetje, als ik heel eerlijk ben, een dubbele agenda. Ik zat er ook een beetje te kijken van, nou weet je, hoop je leuke jongeren hier ook. Weet je, met wie kan ik aansluiting vinden? Ja. Hetzelfde groepje jongeren, dat ging daar ook heen. En regelmatig kwamen er weer wat nieuwe bij. En ik zat er ook een beetje met mijn ogen op van, nou zit er een leuke jongen tussen voor mij. Mm-hmm. Want ik denk dat die hele periode met dat feesten, was ook nog steeds een beetje van aandacht. Mm-hmm. Ik zocht aandacht. En dat zocht ik dan vaak niet bij vriendinnen, maar wel bij jongens. Yeah. En ik wist op een of andere manier toch altijd wel de aandacht van jongens te trekken. Maar Ik liet mijn geluk eigenlijk nog een beetje afhangen van de ander. Ik zocht mijn geluk niet zozeer al bij God. Ik denk dat ik gewoon altijd op zoek was naar aandacht. En dat zocht ik bij mensen. Terwijl ik niet echt tot me door liet dringen dat de Heer Jezus eigenlijk mij volledig die liefde wilde geven. Ja. Was ik eigenlijk zo van, nou als ik maar een leuke man krijg en mijn baan goed heb en huisje, boompje, beestje, dan zit ik gebakken en dan kan ik alles van vergeten wat er in het verleden gebeurd is. Dus je bent erg gefocust op hoe maakbaar wil je je leven, nou zo moet het gaan en dan komt het goed. Ondertussen luisterde ik thuis in mijn huisje heel veel naar opwekking. Maar 's nachts kwam de duisternis weer vaak binnenvallen. De schaduwen. Ja, ja en dat vond ik heel raar, want ik was wel open voor God. Dat ik weer toch weer meer ging bidden, toch weer meer ging Bijbel lezen. Na die jongerenavonden, toch ook weer studietjes doen. En dan dacht ik, nou hoe kan het nou dat ik dan toch nog zo last heb van die nachtmerries en die... En die aanwezigheid en Heer, wat moet ik hiermee? Waarom? Weet je, ook weer die vraag. Dus toch weer van, nou ja, hoe moet het dan, hoe verder? Maar ergens was ik nog heel onrustig van binnen. En had ik nog geen echte vrede gevonden. Dus ik weet nog wel, dat was echt wel de avond dat het flink uit de hand is gelopen. Vooral psychisch denk ik, dat ik best wel mezelf heel, heel down voelde. Ik had wel vaker die periodes dat ik even, misschien ook na zo'n onrustige nacht, ik kan er de vinger niet op leggen hoe dat kwam, maar ik had echt wel down momenten. Ja. En op een gegeven moment was het weer een vrijdagavond dat die jongerengroep weer bij elkaar zou komen. En ik had met dat vriendje afgesproken. En die kwam niet opdagen. En er was een soort woede in me dat losbrak. Van, laat je me nou zitten, weet je. Dat gevoel van, zie je wel, weer iemand die me laat zitten. Of weer iemand die tegenvalt. Of krijg ik weer die aandacht niet. Ik heb me toen die avond volgegooid met wijn, met drank, wat ik in huis had. Ik was echt ineens heel erg boos. Je weet al niet waar het vandaan komt op dat moment. Je bent gewoon helemaal gekwetst, gekrenkt, alles... Onbeheersbaar worden. Ja, ja. En ook continu die stemmen van,
zie je wel, dit wordt hem weer niet. Volgens de volgende vriendje wat je niet kan houden. Volgens de verkeer die stuk loopt. Ik had het gevoel weer van falen. Er waren wel meer dingen in mijn leven gebeurd. Ik was bijvoorbeeld gezakt voor mijn VWO-examen. Allemaal van die, ja, op mijn lijstje. Ja. Dit gaat weer niet goed. Ja. Weet je wel, ik kan het gewoon niet. En als die stemmen toe gaan nemen, nou dan kan je daar echt in verstrikt raken. Dat heb ik wel gemerkt. Want het volgende wat ik wist van die avond is dat ik wakker werd in het ziekenhuis. Het was namelijk zo gebeurd dat ik had mezelf zo met drank en alles bedwelmd. En er was een meisje die wilde me ophalen naar de jeugdgroep. Die dacht, oh weet je, ik rij even langs Mariette en dan haal ik haar op. En mijn zomerhuisdeurtje was open, dus ze kon zo binnenkomen. En die vond mij dus in de badkamer. En die zag niet meer het verschil tussen bloed en wijn. Dus ik had mijn polsen door willen snijden. Dat is hoe zij mij voelt. Ja, ze is helemaal rot geschrokken. Ja. Ja, ik weet er dus helemaal niks meer van. Mijn vader zei later, je hebt zelfs toen de ambulance er was en je werd weggevoerd, heb je heel hard door de straat geroepen dat de duivel jouw bloed wilde zien. En daar waren mijn ouders heel erg van geschrokken. Ik dacht, nou, waar zit ze nou weer in? Waar is ze nu mee bezig? Wat is dit? Ik werd dus gewoon opgenomen. Psychisch, zwak. Was je ook psychotisch op dat moment? Ja, dat kwam ook wel uit de test. Dus ja. En mijn lieve ouders hebben me toen in huis genomen. En die dachten echt, kerk en alles moet maar even wegblijven. Want het is niet goed voor ze, dus met rust. Ja. Maar het was verschrikkelijk. Ik achteraf gezien denk ik van, dat was ik niet. Dat was zo'n schim van wie ik was. Ik durfde bijvoorbeeld helemaal geen scherpe dingen meer aan te pakken. Okay, ik was als de dood dat ik mezelf weer wat zou doen. Alsof ik de controle niet meer over mezelf had. Zo. Dat ik alles was angstig. Alles was eng. Alles was ook donker en duister. En enorme zelfmedelijden ook. Van, zie je wel. Had het maar gelukt. Dus het feit dat ik een vriendinnetje had bij wie het wel was gelukt, was voor mij geen waarschuwing van doe het nou niet, want je ziet hoeveel verdriet dat. En kijk, bij mij was het niet gelukt. Maar het gevoel daarna, dat je eigenlijk schaamt voor de hele wereld om je heen, dat je eigenlijk helemaal niet meer wil bestaan, het is juist nog erger. Het is eigenlijk dubbel en dwars komt dat terug. En je zit alleen maar binnen en je ziet mensen die er verdriet van hebben, mensen die het niet begrijpen. Echt wel een heel heftige periode was dat. Een aantal weken echt in een soort isolatie geleefd. En aan de pillen natuurlijk, heel veel medicijnen. En weer onderzoeken en er kwam van alles uit. Ik zou, noem het maar op, allerlei lepeltjes zou ik allemaal hebben. Dus en wat mensen dan over je uitspreken, dat is best wel, vind ik nu wel naar. Dat je denkt, ik weet nu wat de macht van de tong heeft. Maar dat mensen uitspreken, het komt nooit meer goed met haar. Ja. Dat soort dingen. Ja. Hè? Dat hoorde je ook, dat wist je ook, dat mensen dat. Het komt nooit meer goed met haar. Ja. En dat het maakt eigenlijk gewoon dat je gewoon, nog steeds op dat level zit van ik wil niet meer eigenlijk. Want je glijdt af naar beneden, je zit in het put en dan komt dat er nog overheen. Ja. Dan stop je helemaal. Je zat heel diep. Ja, ik zat echt heel diep. Ja. Ik zag eigenlijk geen licht meer, nee. 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 Nee, dat was echt wel heel heftig. Ja. Maar ja, we hebben een God van wonderen, denk ik. En dat heb ik echt aan de lijve meegemaakt. Ik heb een heel gelovige tante. Ja. En die hoorde hiervan. En
die kon zich herinneren dat ik haar in die afgelopen maanden wel eens een keer had gebeld. En ik had nooit echt contact met haar. En dat ze toen had gedacht, oh, ik moet mijn nichtje een keer terugbellen. Maar dat had ze nooit gedaan, dus die schrok hier enorm van. En die is toen naar mijn ouders huis gekomen. En ik vergeet nooit meer wat ze tegen me zei. Ze liep eigenlijk recht op me af. En ze zei, Mariette, jij komt hier uit, want jij bent een geliefd kind van de Heere God. Sprak geloof echt over gewoon uit. Heel ja. veel over mij gesproken, ja. 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 En zoveel liefde mm-hmm. en zoveel vertrouwen. Zij had dat vertrouwen dat ik er wel uit zou komen. En ik dacht, hè? Hoe dan? Hoe dan? Maar dat was wel het duwtje wat ik nodig had om het daar te zoeken, waar het te zoeken, waar ik het kon vinden. Ja. Dus ik werd nieuwsgierig. Mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld van... Ik had natuurlijk die afgelopen maanden al heel anders gepreek gehoord, heel anders andere liederen geluisterd, omdat ik gewend was, veel liederen over liefde. En toch pakte het me nog niet. Maar door haar geloof, door echt van, nou jij komt hier uit, je bent een geliefd kind van God. Ja, dacht ik, moet bij God zijn. Haar stem was anders dan al die andere ja. stemmen. Ja, nou ik denk wel dat zij gewoon door God gestuurd ja. is. Ja. Ik ben op een gegeven moment op een onbewaakt ogenblik ben ik helemaal incognito met een capuchon op een jas durfde ik zowaar naar buiten, want dat durfde ik echt, het was gewoon not done. Maar in die tijd kwam de nieuwe Bijbelvertaling uit, de NBV. Ja. En toen wist ik moet een Bijbel hebben. En ik kon dat bij mijn ouders thuis niet vinden. Nee. Denk ik ga erin halen. Dus ik had eigenlijk angsten tot en met, maar die weerstond ik, want het verlangen naar die Bijbel was groter dan mijn angsten. Dus ik ben naar de dichtstbijzijnde boekenwinkel gegaan, ik heb die Bijbel gekocht, ik heb hem verstopt in mijn bed en dacht, ik moet weten wat het nou is, wat mijn tante heeft, wat ik niet heb. En dan wordt het heel bijzonder als je God gaat zoeken. Dat zegt hij natuurlijk ook in zijn woord, wie zoekt zal vinden. Wie klopt aan de deur wordt opengedaan. Ik was zo benieuwd. Ik ben midden in de nacht onder mijn deken met een zaklampje een Bijbel gepakt. En ik heb het echt uitgeschreeuwd vanuit het diepst van mijn hart. Heer, als u er dan bent, laat het me dan zien. Ik wil zo graag weten of u er bent, ook voor mij. Weet je, of u ook, ja, of ik het ook mag. Dat geloof. En... ik deed mijn Bijbel open en mijn blik ving als eerste het vers in Hooglied 2, vers 14. En daar staat, mijn duif, mijn liefje, verberg je niet langer in die rotskloof. Kom naar buiten, laat me je gedaante zien, je gelaat zien. En laat me je stem horen, want die is bekoorlijk voor mij. Zoiets staat daar. Yeah. En dat kwam binnen als een, ja, dat die duif weer... Die relatie met vroeger. En dat hij wist dat ik gewoon me zat ja. te verbergen. Ja. En ook nog over mijn stem. Dat het voor hem een vreugde is. Dat het voor hem, dat ik hem voor hem mag laten horen. Ja, ik was helemaal ja, flabbergasted. Ik was helemaal, dit is voor mij. Weet je, voor mij was dat het antwoord op al die vragen. Hij sprak echt zo tot mijn hart. Er kwam ook, ja, je kan het niet omschrijven, maar er kwam zo'n warmte in je. Het was echt, ja, vanaf dat moment wist ik, het is de Heer, die is hier, nu bij mij. Die zegt dit gewoon. Die vindt mij wel aangenaam. Die spreekt wel over me dat ik me mag laten zien. Dat ik me niet hoef te verschuilen. Dat ik niet niks ben, want op dat moment zat ik natuurlijk... Ja, heel diep. Ja. Ja, en dat vergeet ik nooit meer. Dat was echt het moment in mijn leven dat ik dacht, u bent echt, u bent niet van die verhalen die mooi en symbolisch zijn of waar je wel wat uit kan pakken voor jezelf. Nee, u wil echt met mij een relatie. Later dacht ik Hooglied, hè? Dat is het lied over de liefde, over ja,
Prachtig. Voor de echte liefde. De echte liefde, ja. Ja, niet om het tijdelijke gevoel van, hè. Nee, de echte liefde. En ik ben toen eigenlijk dieper die Bijbel in gaan duiken. Ik heb nog veel meer teksten gevonden die me aanspraken. En iets zei me ook, je mag stoppen met alles. Stop maar met jezelf zo deep down voelen. Je mag leven. Je mag echt leven. Nou, ik heb de psychiatrische instelling, die psychiater is daar wel even helemaal van, maar dat kan niet. Ik was echt een ander persoon. Dat zagen ze. Ja, ze zagen het en ik wilde ook weer opnieuw testen. Ja. Waar hadden ze je voor getest, had ik gevraagd? Nou, ook met die psychoses, dacht ik. En op ADD. ADD. Autisme. Nou, ik weet niet waar allemaal op, maar hele lijsten moest je altijd invullen. Mm-hmm. Angstfobieën, dat soort dingen. Maar het was weg. En borderline? Ja, ook geloof ik. Nee. Weet je, het was gewoon weg. Mm-hmm. Ze stonden ook echt versteld, dat kan niet. En ik had heel stiekem, ook al een week of wat daarna, toen ik daar weer op controle was, mijn medicijnen neergenomen. Ik denk, Heer, u wil voor me zorgen, u gaat het maar doen ook. Dat kan je natuurlijk niet aanraden. Het is natuurlijk niet goed om zomaar met medicatie te stoppen, maar ik heb het toen gewoon, ik dacht in geloof, gezegd, Heer, ik wil u alles geven. Dat was een geloof van binnen. Ja. Ja. Overtuiging van binnen dat je dat kon doen. En eigenlijk kon ik ook wel vrij snel daarna, nou ja, vrij snel, het heeft misschien al even geduurd, maar ik wilde ook weer graag op mezelf wonen. Ik wilde op mezelf wonen en mijn tante die kwam elke paar dagen bij me om met mij de Bijbel te lezen. Mm-hmm. En heel veel te bidden. En het was heel wonderlijk, want soms zei ze alleen maar, weet je, ik weet niet waar ik voor moet bidden. Je gaat zelf bidden en je schrijft op wat God je laat zien. Mm-hmm. Ga ik dat thuis ook doen. En dan komen we volgende week bij elkaar en dan leggen we de lijstjes naast elkaar. En het was altijd exact hetzelfde. Ja. Zo bijzonder. Ja. En des te vaker we dat deden, des te groter mijn geloof groeide. Van, u hebt mij echt op het oog. U bent echt met mij begaan. U bent zo echt. Mm. Ik kan wel zeggen dat door dat bidden en die weken daarna, ja, ik me gewoon vernieuwd voelde. Mm. Ja, maar ik kan wel zeggen dat dat echt mijn wedergeboorte was. Ja. Ja. Mooi. Ja, dat was echt... God heeft het allemaal zo omgekeerd. Ik voelde me waardeloos, vuil en vies. Van al dat feesten en partijen eigenlijk. Ik voelde me eigenlijk helemaal tot niks meer in staat. Ja, gevangen ook in die uitzichtloze tunnel. Mm-hmm. En God draait dat om. En hij maakt gewoon iets nieuws. Ik kan echt zeggen... In Christus ben ik een nieuwe schepping geworden. Echt door Jezus ben ik gewoon, mocht ik weer opnieuw gaan leven. Ontdekken waartoe ik bestemd ben, zeg maar. Dus je vindt vanuit die diepte van je bestemming. Ja. En die stemmen die dan ook stoppen, hè. Ja. Dat je ook op een gegeven moment denkt van, ja, hoor eens wat een ander van me denkt. Boeien, ik ben van hem. Weet je? Hij is van mij en ik ben van hem. Ja, ja. En dat is alles wat telt. Dat is alles wat telt. Ja. 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 Dat is zo bijzonder. Ja. En ja, dat zou ik zoveel mensen ook willen duidelijk maken. Ja. Je kan in je leven zoveel willen. Hè? Mm-hmm. Je wil succesvol zijn. Je wil je werk goed op orde. Je wil je huwelijk goed op orde. Je wil alles zelf misschien doen. Maar als je hem niet tot regisseur maakt, dan loop je toch altijd weer ergens op een doodlopend pad, zou ik maar zeggen. Ja. Dan kom je het weer tegen. En natuurlijk, nu heb ik ook nog wel worstelingen. Mm-hmm. En dan wijk ik ook wel eens af en doe ik mijn eigen dingen. En denk ik, oh, terug, eerst bidden, eerst toch zijn leiding zoeken erin. Ja. Maar hij wil dichtbij komen. Ja. Dat wat ik ervoer in mijn bed toen, diep onder de dekens. Ik voelde me echt in zo'n rot schuilen. En dat hij zegt, kom maar uit. Hè? Ik zie je. En ik wil je zien. En je bent gehoord. En je bent geliefd. En dat is echt bijzonder. Ja, heel bijzonder. Toch? Ja. Ja. Je hebt ook een schilderij meegenomen, zie je. Ja.
Nou, dat is precies dat duifje, hè? Dat is dat duifje. Ja. Maar ook de menorah van Gods eeuwige aanwezigheid. Ja. Ja. En ja, dat is... Dat is voor jou echt het symboliek van alles. Ja, het is ook Psalm 91. Die duifje natuurlijk helemaal mee. Ja, dat is gek, hè? Maar dat is echt alsof hij dat al wist. Dat ik daar gewoon gevoelig voor... Ja, dat God weet natuurlijk alles. Heel bijzonder dat hij dat, die tekst naar me hoort. Hij heeft je gemaakt in je moeders schoot en hij weet gewoon wie jij bent. Alles erop en eraan. Dat kan niemand jou vertellen dat het zo is. Nee. Alleen God kan jou laten zien dat hij jou echt op het oog heeft. Ja. Kan een ander je nog 100 keer vertellen? Nee, dat kan hij het lijken. Ja, maar je moet wel zelf zoeken. Ja. En inmiddels ben je getrouwd. Ja, heel gelukkig getrouwd. Kinderen. Ja, ja. Geweldig. Ja. Wat een mooi verhaal. En je gaat straks nog voor ons zingen. Ja. Hey, ik wil je hartelijk bedanken voor dit bijzondere verhaal. Het graag gedaan. Dank je wel. Ik heb mijn ogen.